Mijn oma ging naar een verzorgingstehuis en moest eerst haar eigen huis opeten. Wat betekent dat? Je oma betaalt een eigen bijdrage voor het verzorgingstehuis. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere het vermogen. Heeft ze veel spaargeld, dan betaalt ze een hogere eigen bijdrage. Doordat ze haar huis verkocht heeft, heeft ze nu meer spaargeld en moet ze meer betalen.